Mijn broer, toen ik 12 was en hij 14, pleegde hij zelfmoord. Ik heb met periodes in mijn leven in de bijstand gezeten. Ik was gewoon een hele moeilijke puber. Drugs, drank, Loverboy meisje. Totdat ik eigenlijk in de beauty ging werken. Van de bijstand naar een miljoenenbedrijf. Dat is het verhaal van mijn gast Manouk De Vries. Welkom bij ZVD-TV. Ja, Manouk, dat is wel heel kort de bocht. Maar dat is wel de kortste samenvatting die er mogelijk is. Laten we ja. eens bij het begin beginnen dan bij die bijstand. Hoe belandde je daarin? Um, nou, ik heb met periodes in mijn leven in de bijstand gezeten. Dus um, eigenlijk in mijn puberteit heb ik een hele, echt een hele zware puberteit gehad. Um, Want. Ik, ja, het begon eigenlijk dat mijn broer toen ik twaalf was en hij veertien pleegde, hij zelfmoord. Oh. Ja, om even het gesprek te ja. openen. <laughs> Jij was um, 12, hij was 14. Ja. En jullie waren met z'n tweeën of waren er lekker? Ja, meer we waren met z'n tweeën. Holy fuck. Um, ja, het slaat ook meteen op mijn um, hart. Ja. Um, snap ik. Maar goed, daarna zijn er gewoon thuis heel veel dingen veranderd. Uh, ben ik op jonge leeftijd ben ik in jeugdzorg terechtgekomen. En ja, ik was gewoon een hele moeilijke puber. Ik ben heel vroeg begonnen met drugs, drank, uh, loverboy meisje. En ik ging oh, okay. echt van. Jeugdzorgplek naar jeugdzorgplek. Niemand kon me hebben. Op school ging het niet goed. Um, en dat is eigenlijk zo doorgegaan tot mijn achttiende. En toen was ik. De rol van je ja. ouders, hoe was die in deze? Um, nou, mijn moeder, die was gewoon echt heel erg bezig met haar eigen verlies. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat mijn broer um, ervoor heeft gekozen om zijn leven te eindigen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, de situatie thuis was gewoon moeilijk. Mijn moeder, die um, ja. We gaan gewoon... zo over het bedrijf praten, hoor. Maar het is goed om eventjes ja. de, de context te hebben. Ja. Um, nee, ja, mijn moeder die is gewoon een moeilijke vrouw. Um, en mijn broer was een hele, heel moeilijk kind. Um, ja, en eigenlijk na, na de zelfmoord is mijn moeder... Ja, weet je wat? Het klikte gewoon niet meer tussen mij en mijn moeder. Hm. Mijn moeder was heel beschermend. En ik was... Ja, ik was een... Ja, gewoon echt, echt een kutpuper. En die bescherming snap ik ook wel, ja. als je je ene kind verloren hebt. Ja, en, en, de, en de vader, is die er? Uh, die woonde in het buitenland. Dus hmm. die heeft altijd uh, ontwikkelingssamenwerking gedaan. In Afrika woonde die toen. Nou, is om het ongeluk is die wel naar Nederland gekomen, maar eigenlijk ook weer vertrokken. Die waren uit elkaar? Ja, die waren uit elkaar. Oké. Okay. Ja. ja, dus nou ja, toen ben ik in, in jeugdzorg terechtgekomen en... Om mijn achttiende ging het zo slecht. Ik was zo depressief dat ik op een avond... Mijn vader is op een gegeven moment naar Nederland gekomen. Um, en ja, ik was echt verslaafd, weet je wel. Dus ik kwam dan soms thuis om mijn kleren te wassen. Om dat soort dingen te doen. En toen kwam ik thuis en toen zat mijn vader daar met de politie. En die zei van, weet je... Je kan nu kiezen of je gaat met de politie mee. En dan kom je dus uh, in een, um, ja, zeg maar een, psychiatris een psychiatrische crisisopvang terecht of ik haal mijn handen van je af, okay, weet je? You're on your own. Echt een interventie. Ja. ja, Dus toen ben ik meegegaan. En toen heb ik een jaar lang uh, echt in een psychiatrische instelling gezeten, waar ik dan op zaterdag mocht ik naar huis, Och, of mocht kinden. ik weg. Um, en toen heb ik um, ja gewoon depressies en gewoon, weet je, ik wilde eigenlijk gewoon zelf ook niet meer leven. Um, en toen heb ik twee jaar lang echt keihard aan mezelf gewerkt. Dus ik heb een jaar uh, echt intern in een psychiatrische instelling gezeten. En daarna naar een soort van dag, uh, dagopvang. En toen op mijn twintigste, want ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Toen op mijn twintigste heb ik op Marktplaats zo'n um, ja, zo HAVO thuispakket gekocht. En dat heb ik toen helemaal zelf gestudeerd. En toen ben ik op mijn 21ste. heb ik zeg maar, zo'n toelatingstest gedaan voor het HBO. En eigenlijk vanaf dat moment ging ik wel ging het beter met mij uh, omdat ik weer wat had toen ben ik zwanger geworden toen werd ik in mijn studietijd werd ik moeder <laughs> ja ik was de eerste die klaar was voor van mijn van mijn lichting trouwens dat was uh, ik had het wel fijn om te vertellen ik yeah. ben echt in volgens mij zat ik in het vierde jaar toen ben ik moeder geworden maar toen was die school klaar ja toen ben ik weer helemaal weggezakt toen ben ik zo depressief geworden dus inderdaad uh, nou, ik had natuurlijk een vriendje dat ging uit en uh, toen stond ik er echt alleen voor samen met mijn zoon. Um, ja, dus toen. En eigenlijk die periode was altijd, ik ging wel weer werken. Dus ik had altijd wel een baantje in de horeca of schoonmaken of whatever. Maar ik gleed ook altijd weer terug. Dus er was altijd zo'n periode van, ik bouwde mijn leven weer op. En ik probeerde echt, weet je wel, ik probeerde echt om er iets van te maken. Maar dan kreeg ik toch weer ja, een depressieve periode. En dan ging alles weer kapot. Totdat ik eigenlijk in de beauty uh, ging werken. Wat een verhaal dit. Ja, ja. ja <laughs> zo'n introductie van... Ja, nee, maar goed. Tof dat je dit uh, zeg maar, durft ja. te vertellen. Hey, even, even wat levenslessen hieruit proberen ja. te halen. Als jij, Want hoe gaat het nu met je? Goed. Oké. Okay. En, ja. en Dit is een hele persoonlijke vraag. Hoor, ja. dit, maar de, hoe heb je die... De, want ik denk dat depressie er altijd wel ja. zal zijn of zo. Ja. Hoe... hoe Zorg je dat het nu goed gebruik je medicatie? Nee. Of uh, de, de, hoe doe je dat? Uh, mindfulness, mediteren. Mm. Dus wat ik eigenlijk heb geleerd zo rond. Mijn, ik denk dat er twee als het gaat over lessen. Er zijn twee momenten geweest. Dus op mijn 19, e 20ste. Dat ik echt dacht van ja, weet je. Op deze manier wil ik het gewoon niet. Dus ik heb gewoon de keuze van of ik maak er een einde aan... of ik ga gewoon proberen om er wel iets van te maken. Dat was een serieuze overweging. Ja, dus. het is echt een serieuze overweging. En dat was ook een beetje zo rond mijn dertigste... dat ik echt dacht van ja, weet je, wat ben ik nou aan het doen? En, um, en toen ben ik naar de dokter gegaan en ik zei van ja, ik heb echt... Alles geprobeerd om beter te worden. Weet je wel, ik heb echt al echt ik heb iedere therapie gedaan die er mogelijk is. Ik, heb, ik werk, ik probeer alles en altijd val ik maar weer terug. En toen zei de dokter van: Waarom ga je niet uh, mediteren? Dus toen heb ik gewoon zo'n zo, ook weer zo'n soort van thuiscursus. Ja, nou ja, de grote le levenslessen is ook gewoon... alles is online te vinden. Dus ja. ik ben gewoon online... Ja. heb ik een een of ander... Uh, het, nou, het was geen YouTube of iets... maar gewoon echt zo'n heel shabby mindfulness cursusje gekocht. En daar ben ik heel toegewijd gaan doen. En wat ik toen heb geleerd... is dat je dus... eigenlijk een depressie is vaak... een identiteit die je jezelf geeft. Of een bepaald gevoel. En wat je leert met meditatie... is dus om vanuit een soort van... Dus echt vanuit je pure awareness leer je te kijken naar die pijn. Dus op een gegeven moment. En dat is wat ik nu kan. Want die pijn is er altijd. Maar je kan wel het, niet, het niet meer met jezelf verbinden. Precies. Het is wel van mij, maar het is. Ik kijk ernaar. Ik ja. kan het observeren. En ik denk dat dat het deel is waardoor ik gewoon stabiel blijf. Ja, ja het, is, het is iets wat het is wel van jou, maar het, het is niet jou. Ja, precies. Mm -hmm. het, is, het is een stukje van je waarvan jij zelf denkt dat je daar ja een stukje waarvan je zelf denkt dat het je identiteit is heb je lieve mensen om je heen nu genoeg ja maar dat heb ik altijd gehad ja ja, ja ik, heb, okay. ik moet echt zeggen ja ik heb altijd echt hele fijne mensen om me heen gehad even om dit hoofdstukje soort van ja. uh, af te heb je contact met je ouders nog ja oké okay. ja ja en dat is gewoon goed oké okay. ja, ja dat... het is toch mensen doen altijd alles met de juiste intentie dus het is ook gewoon mijn ouders hebben ook gedaan wat zij konden op het moment mm. dat zij dat konden geven, of misschien op dat moment niet konden geven, maar nee, ik hou echt zielsveel van ze. Oh, yeah. Jeejo, wat ja, jee, je hoor, een vrouw geraakt een beetje goed. Ja. Um, hoe ben je die wereld van de beauty? Want ja, ik zei al net even in het voorgesprek, je had het er even over wat een bijna paradoxaal verhaal dat je ja. dan zo met dit soort dingen. Mm -hmm bezig bent en dan kies je voor de, de, de volledig andere kant, namelijk de buitenkant. En in jouw geval dan wenkbrauwen. Hè? Dat ja. is, dat is, ik heb er niet zoveel mee, maar graag mijn oordeel straks over die van mij. Ik moet ze alleen vaker bijknippen, merk ik naarmate ik ouder word. Um, snap je die paradox? Dat nou, ik ene... ben wel even benieuwd naar jou, wat jij de, de paradox nou, van nou, vindt. Nou, dat zal ik je uitleggen. Want ja. de, en da, daarna ben ik, dat zal ik ja. uitleggen, omdat ik heel benieuwd ben ja. naar hoe jij dat ziet. Omdat we te maken, wat jij, dit verhaal wat je nu net verteld ja. hebt, raakt enorm. Ja. Aan de wereld van jonge gasten ja. met name, die op social, met behulp van jouw producten ja. misschien wel, ja. zichzelf waanzinnig mooi voordoen. Ja. Uh, en alleen maar met die buitenkant bezig zijn. Terwijl dit is waar het om gaat in het leven, wat je nou de laatste tien minuutjes hebt zitten vertellen. Ja. Dat vind ik een paradox. Ja, en toch gaan die twee dingen gaan echt samen. Leg eens uit. Kijk, beauty, de buitenkant is, je laat eigenlijk zien wie je wil zijn. Dus voor mij is. Je buitenkant is een tool om te laten zien wie je bent. Dus ik heb heel erg het gevoel dat juist, het is een beetje die jing en die yang. Dus je hebt die buitenkant nodig om die binnenkant te laten shijnen en andersom. Dat snap ik. Als die in balans zijn, die ja. twee, dan snap ik dat. Maar ja. wat we natuurlijk vaak zien is dat, het, dat die balans er zo uit is. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee? Want als ik. Nee, want als ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn merk, is vooral groot in Amerika. Ja. Um, en daar mijn klanten zeggen altijd van, uh, ugly is not a matter of uh, genetics, but a matter of being broke. Um, ja. ja, het is echt zo. Terwijl wij als merk zijn heel erg voor die Nederlandse schoonheid. Maar als je zo'n gesprek hebt maar met een meisje waarvan jij dan even pretendeert de buitenkant. En ik ben het helemaal met je eens dat gewoon in de digitale wereld gewoon, dat het gewoon, ja, het gaat echt een beetje een rare kant op. Maar yeah. Als je met die mensen praat, zijn ze precies zoals jij en ik. Dat ze hebben ik. dezelfde thema's. Dus ja. ik denk dat het meer juist eigenlijk een... Um, ja, gewoon het heeft meer te maken met de manier hoe jij... Wat jouw perceptie is van hoe die vrouw zou zijn... dan hoe het in werkelijkheid is. Ja, maar ik vind het heel fijn als ik allebei de kanten dan ja. ook zie. Ja. Snap je? Maar ja, wat laat je zien online? Ik ja. bedoel, dat is natuurlijk ook gewoon al überhaupt een vraag. Mm -hmm. En... Mijn, als ik kijk naar mijn, mijn geschiedenis, dan is juist als ik dan zie hoeveel vrouwen, want ik ben toen op mijn dertigste uh, browspecialist geworden. En als ik kijk naar toen had ik op een gegeven moment allemaal gewone vrouwen in mijn stoel zitten. En we zitten allemaal met dezelfde issues. Iedere vrouw is onzeker. Iedere vrouw weet je wel. Dus ik denk gewoon dat juist. Um, dat deel waar je dus vanuit de beauty-industrie een vrouw mee kan helpen om juist die balans te vinden, dat, dat, ja, dat is wel echt een ding waarvoor ik ochtends wakker word. Dat makes you tick. Ja. Ja. bedrijven, dus we hebben het nog niet eens genoemd. Ja, nou ja, ik uh, ik I found it. Ik vind dat zo lastig om dingen in het Nederlands te zeggen. Ja. Maar ik heb een uh, wenkbrauwbedrijf. Um, we verkopen voornamelijk uh, producten voor professionals, dus brow bars en beauty specialisten. En dan moet je denken aan treatments, Brow henna, tools. Ik ken ze niet. Nee. Nee. Nou, Ik denk ook misschien de grootste doelgroep van jouw uh, gebruikers. Dat of is. kijkers ja. ook niet. Nee. Maar um, ja, dus. En dat verkopen we in 90 landen. Ja. Uh, waaronder uh, Amerika, dat is echt onze grootste markt, UK, hier in de Benelux. En. Um, ja, en supercilium heet het? Ja, Supercilium. En dan hebben we dus een pro-lijn, we hebben een academie um, en een consumentenlijn. Hé, hey, en dan dacht ik zo in het begin, uh, dan heb je, want ik, ik heb je geframed als yeah. vanuit de bijstand naar een miljoenenbedrijf. Nou dat, dat woordje bijstand yeah. een iets diepere lading yeah. had, was nu wel duidelijk. Maar dat heeft miljoenenbedrijf ook, want yeah. uh, ja, je, de, je hebt miljoen plus omzet gedraaid, yeah. dus heb je miljoenenbedrijf, yeah. omzetwijs. Maar toen dacht ik van nou, je hebt eigenlijk het klappen van de zweep gehad ja. inmiddels. Maar toen kwam 2022 en toen ging het weer helemaal mis. Ja. dan niet zozeer persoon. Want wat is er toen gebeurd? Nou, ik denk, kijk, corona heeft natuurlijk alle schoonheidssalons wereldwijd gingen dicht. Maar dat hebben we gewoon heel goed kunnen opvangen. En toen 2022. Um, nou dachten we echt, dit, nu gaan we, gaan we weer groeien. Ik heb wat mensen aangenomen weer, weet je wel, kantoor, alles erop en eraan. En toen. Eigenlijk het eerste waar het fout is gegaan, is dat ik al mijn geld in verkeerde voorraad heb gestopt. Dus ik dacht echt van dan ga ik een consumentenlijn lanceren. Alle professionals vinden mijn, vinden mijn product helemaal geweldig. Dus de consument gaat het ook kopen. En dat gebeurde niet. Dus ja, dat, dat ligt gewoon op de plank. Uh, en toen het tweede ding was dat wij een Russische fabrieken uh, hebben, waar echt ons grootste product vandaan komt. Ja, en die daar. Nou ja, we konden dus officieel konden we niet meer bij ze inkopen. Maar dat heeft heel veel vertraging opgeleverd. En het laatste ding wat echt heeft gezorgd, en toen ging, was de cashflow was gewoon kapot, dood. Ik dacht echt van nou ik ga failliet. Was dat het laatste geld wat we hadden, hadden we in een container zitten. Die ging naar de United States. En toen was er net een wetswijziging geweest in Amerika, waardoor de FDA heeft gewoon die container zo aan de zijkant gezet. En die heeft daar echt uh, ja, een half jaar gestaan. Ja, ja, is echt, ik ben op een gegeven moment nog. Met vier dozen ben ik zelf in het vliegtuig gesprongen met die producten. Erin. Serieus? Ik kom eraan. Nou, de, dat, de douane stond al te wachten, weet je wel, vier politieagenten. Ik mee, ja, nee, het is echt uh, samples. <laughs> Ja, ja, ja. Samples, ja, samples. <laughs> vier dozen. Je ja. zei, jij geeft die container dan vrij? Ja, nou ja, dat weten zij niet. Maar oh, het was echt een drama. Ja, ik had ook helemaal geen geld. Weet je, al stond ik daar in New York. Onze uh, warehouse uh, zit in New Jersey. Maar ja, goed, ze hebben me doorgelaten. Dus daarmee heb ik toen nog de, uh, de Black Friday, de November-Black ja, ja. Friday, is daar super groot. Heb ik nog een soort van kunnen redden. Ja, dus dat was, echt, uh, dat was echt kruipen. Was dat? Dit klinkt wel als ondernemen, puur zo. Ja. toch? Ja, de hostel hè? Ja, helaas. Dus het begin kent ook nog wel een faam. Misschien kunnen we daar ook nog wel een ja. les uit trekken. Dat is, jij, je bent eigenlijk een beetje de wereld ingerold via vriendin ska, ja. Hè? ja, maar dat, ook, dat is ook. Ik hoor namelijk, dat wil ik van jou die ervaring horen. Ja. Je hoort best wel vaak van mensen die, die gaan dan ja, soort van spontaan samen met iemand ondernemen. Ja. Maar ja, ik ben van mening dat ondernemers nog misschien wel veel eisender dan een huwelijk soms. Ja. Want je moet echt op één lijn ja. zitten. Anders dan gaat dat schuren. Ja. Dat is met jullie ook een beetje gebeurd, toch? Ja. Tenminste, zakelijk gezien. Ja. Want, want de rol van Ska was in het begin natuurlijk wel... Kun je eens uitleggen wie zij nou, is? Ja, ska is eigenlijk gewoon echt één van die key mensen in mijn leven geweest... die mijn leven heeft veranderd. Want ik kwam bij haar eigenlijk om mijn eigen wenkbrauwen te doen... En zij heeft me altijd meegenomen in haar salon. Ze had Mrs. Hyber, Zij was de eerste, echte browbar in Nederland. Dat heeft ze echt fantastisch goed gedaan. En zij geloofde in mij. Zij was ook de eerste die zei van ook, waarom kom je niet gewoon bij mij werken? Weet je wel. Mm -hmm. Dus ik ben voor haar gaan werken en dat was echt, echt een groot succes. Ik ben haar hoofdtrainer geworden, ik heb een salon voor haar geopend. En toen kwam op een gegeven moment van laten we samen dit merk beginnen. Ja, en toen kwam de, de frictie. Ja. Want ik, zij, zij had natuurlijk al gewoon een goed lopend bedrijf. Ik was het werkpaard, dus het klopte. Uh, maar zij is wat meer aan de behoudende kant. Dus zij, weet je wel, zij heeft echt iets prachtigs neergezet. En dat moet zo blijven. En ik wilde de wereld in, weet je wel. Ik geloofde echt van uh, grootse dromen. En ik zag mezelf in het vliegtuig de hele wereld doorgaan. En dat, dat wilde zij niet. Dus op een gegeven moment was het. Um, ja, zij wilde niet meer met mij verder. En ik dacht wel: van ja, ik ga er niet uit. Nee, want inmiddels had je met z'n tweeën een BV. Ja. Dus dan moet er eentje uit, ja, en ja, dan krijg je precies. dat soort gezeur. Ja. Dus dan moet je een waardering maken om ja. een ander eruit te kopen. Spreek ja. is de relatie goed gebleven? We hebben nog wel lange vriendschap gehad, maar het werd wel steeds lastiger. Nu heb ik er toevallig onlangs uh, elkaar weer gezien. En dat was heel fijn. Okay. Is gewoon wel, ja. Dus uiteindelijk komt het dan wel weer goed. Maar is dat een les die we kunnen leren? Misschien dat je enorm goed moet nadenken als je met zeg maar echt gaat ondernemen. Kijk, ja. ik bedoel samen toffe dingen doen en vanuit je eigen eenmaal je BV'tje. Dat is prima. Maar als je met z'n tweeën een BV start en ja. je wordt allebei aandeelhouder, dan moet je heel goed weten dat je ook ja. met elkaar door de deur kan. Ik heb wel het idee dat als je het bijvoorbeeld als coöperatief zou doen, als je met meerdere mensen erin zit, dat het wel goed werkt. En je hoort ook heel vaak beste vrienden waarbij het wel fantastisch werkt, ja. maar ik denk wat het wat het is is dat je heel duidelijk een bepaald expertisegebied moet hebben. Dus als bijvoorbeeld de een finance is, is de ander marketing en dan spreek je af en als jij een keuze maakt over ja. finance, terwijl ding. wij waren allebei ja. een beetje, wij vonden dat het creatieve proces heel leuk ja. en we hadden ook wel echt een hele andere visie over ja, waar je het naartoe het. wil brengen. Ja, maar dan werkt het niet. Nee. nee. Um, waar sta je nu met het bedrijf? Kun je zo wat weet ik veel, wat feiten of cijfers of uh, whatever? Hoe loopt um, het nu? Ja, het loopt goed. Eigenlijk ten aanzien van vorig jaar is de omzet bijna verdubbeld weer. Dus dat is, uh, dat is fijn. We hebben vorig jaar afgesloten op 1,4,4 miljoen. Mm -hmm. Dus ja, nu eigenlijk vanaf februari gaat het weer goed. Toen waren de cashflow-problemen een beetje opgelost. Uh, ik zit nu as we speak in de verkoop van een bedrijf, dus ik. Um... Je houdt wel van doorpakken. Ja. Nou, het is meer. <laughs> dat ik een genoeg te Fris. Ja, nee, maar het is meer gewoon. Kijk, ik merk gewoon aan mezelf. Uh, ik vind die die voorkant, de marketing, het relaties maken, dat vind ik echt heel goed. En ik zie ook iedere keer waar het fout gaat, die dingen die vorig jaar zijn gebeurd, dat is echt aan mezelf. Toe te wijzen en ik denk dat ik heel ver ben gekomen met waar ik nu sta maar dat ik wel gewoon die operationele kant die wil ik gewoon niet doen hm. ik ben er niet goed in en ik denk ook van geef mij die voorkant dan dan kan ik echt groeien maar, ja, maar dan kun je ook zeggen ik zoek een goede de juiste partner ja uh, want ik herken dit heel ja. erg maar dat kun je ook vormgeven door te zeggen ik neem een goede directeur uh, die niet die ja, is neem ik ook een in optie. dienst. of uh, ja maar jij gaat verkopen ja, ik denk wel dat dit een hele strategische uh, set is. Ben je daarmee bezig? Ja. Dus je bent ook weer zo eerlijk dat je dat nu dan al vertelt. Ja. Is dat slim? Ja, zeker wel. Want? Ja. Wat is dat rond? Nee, nee ik zit <laughs> nu in het due diligence onderzoek. Je zit in due ja, diligence? Ja. Oké. Okay. Ja, nee, ik ga niet zeggen wie het is natuurlijk. Nee, nee, ja, maar nee. Maar dat... ik, dus, ik heb wel een NDA uh, getekend, dus ja. ik ben wel, weet wel wat ik wel en niet zeg, maar okay. het is gewoon echt een uh, strategisch uh, partnership. Uit de branche, een partij? Ja, uit de branche, ja. Uh, en wanneer gaat die closing plaatsvinden, denk je? Als, dat, als die due diligence ik allemaal lukt? Ik uh, hoop begin september. Dat zou okay. echt heel lekker zijn. Okay. Ja. Uh, even voor het begrip, we nemen dit in augustus op. Dus de due diligence gaat goed? Ja, ik denk het wel. Het is niet irritant dat je heel veel vragen krijgt? Nou, meer het uitzoekwerk is ja. echt een hel gewoon. Dat is veel werk, hè? Ja. ja. <laughs> Heb je ja. mensen in dienst? Ja, we zijn nu met z'n zeven weer. Oké. Ja. Um, en dan gaat dat. Dus, dus ik kan me zo visualiseren. Je hoeft niet te zeggen of het zo is, maar dat inderdaad een branchegenoot is die dan die jouw merk en of producten en of kanalen en klanten. Nou, dat hele zaak wordt mm -hmm. die wordt lekker geïmplementeerd in ja. dat grotere geheel. Jij krijgt daar een prachtige rol. Ja. Wat zijn je ambities naar de toekomst toe dan? Nou, ik zie dit heel erg als een beginpunt. Dus voor mij is nu het doel om gewoon echt die volgende fase van het bedrijf uh, te gaan bouwen. Vanuit hopelijk mijn nieuwe positie. Mm -hmm. um, dus ja, het lijkt mij gewoon heel leuk om toch echt dat bedrijf te laten groeien naar de 10, 20 miljoen. In een korte tijd. Um, en dan uiteindelijk zou ik het toch wel willen verkopen. Uh, of er echt uitstappen of meer gewoon. Ja, want je een, blijft voor een gedeelte in. Ja, ja, ja zeker. Okay. Hey, en blijft, ja. misschien, mag ik weet niet of je dit mag zeggen hoor, ja. maar blijft uh, Supercilium als merk, blijft het, zeg maar, dat hele bedrijf en merk overeind staan of wordt echt de hele handel. Nee, 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 het blijft gewoon echt als een okay, merk. Dus, dus er komt echt ja. een, een moeder aandeelhouder, ja. dat komt aan boord voor ja. de meerderheid. Ja. Oké, okay. dus maar het bedrijf blijft gewoon bestaan. Ja, okay. alles blijft zoals het is. Oké. Okay. Ja, ja okay. dus aan de voorkant blijft alles zoals het is. Um, ja, en ik zou, wat mij echt heel tof lijkt om gewoon... Kijk, nu ben ik dit merk echt aan de keukentafel begonnen. Zelf potjes vullen, weet je wel. Eerste labels uit mijn thuisprinter. Een beetje aankloeien. maar het lijkt me ook echt heel tof. Om echt een ja, mainstream merk op te zetten. Dit is heel niche, maar echt een heel groot merk. Yeah. Op een gegeven moment, ik denk over zes, zeven, acht jaar hebben we het dan. Hè. En dan gewoon echt met een zak geld. Dus dat je echt gewoon... Echt meteen vanuit een soort strategisch punt kan beginnen. En iets waar ik gewoon ook wel nu heel erg mee bezig ben, is omdat ik merk dat dat stukje van mental health en depressies dat wordt steeds meer besproken. Ja. En ik denk, ik weet nog niet precies hoe, maar daar wil ik wel iets mee gaan doen en dan echt één op één. Dus echt onder de mensen. Dat, mm -hmm. uh, maar ik weet nog niet precies wat voor een. Uh... Komt wel. Ja. Je schetste net van ik wil uiteindelijk wil ik dan die grote zak geld. Ja. Ik zat me even af te vragen, is dat dan binnen het traject van Supercilium, wat je nu dus gaat verkopen hoogwaarschijnlijk. Ja. Waar je een minderheid houdt. En dat je het dat, dat je dan enorm gaat optuigen. En dan die minderheid voor die grote zak geld verkoopt? Of dat je ook nog denkt aan projecten dat als je hiermee klaar bent, dat je nog hele nieuwe trajecten gaat doen. Ja, beide. beide. Kijk, het is wel die markt waarin ik zit. Ik wil nu gewoon van de pro-markt... wil ik toch de stap gaan maken naar de consumentenmarkt. Nou, dat is echt een biljoenenmarkt. Dat is ja. zo'n gigantische markt. Dus daar, daar zit eigenlijk mijn eerste uitdaging. Van oké, okay, kan ik dat echt gaan schalen... met de juiste mensen achter me? Um, en als dat is gedaan... ja, dan het lijkt me gewoon... Het, het, het leukste is toch echt een merk bouwen. Dus als ik dat nog een keertje helemaal vanuit... Ja. iets nieuws kan doen... maar wel pas als als supercilium echt als dat project een ronde als een het echt maakt. ja wanneer is het rond want iedere ja. keer denk je van uh, ja. Dat is ja wie weet wat supercilium wel dat merk dat uh, ja, kan ook nog eens een keer. Ja. Ja, precies dat, dat zie je wel hoe dat loopt ja. wat is er zo mooi aan want ik zie dat je daar zeg maar op zeg maar enthousiast van wordt wat ja. is er zo uh, wat zit daarachter wat het zo gaaf maakt? Stel, je hebt over vijf, zes, zeven jaar... Ja. en je bent echt, uh, weet ik veel, L'Oreal 3.0. Je bent echt world dominance. En je bent echt de big lady. Yeah. Um, wat is daar dan de kick aan? Of wat, wat zit daar dan achter? Nou, ik denk toch wel de impact die je hebt. Um, dat als ik kijk van nu... Uh, we hebben iets van 30.000 klanten. En iedere 30.000 klant heeft iedere dag tien vrouwen in haar stoel zitten. En iedere, iedere keer heb je gewoon die soort van movement. En, uh, en dat gevoel, als ik op een gegeven moment mijn merk als een soort van middel kan gebruiken... om mensen te bereiken, en dan, ja, dan denk ik toch een beetje die mental health kant. Of hoe kan ik er nou voor zorgen dat zeker de jonge meiden die nu... Al die struggles hebben met social media en met uiterlijk. En als ik daar iets in kan veranderen, ja, dat, dat is toch wel. En het is heel erg één op één, daar hou ik heel erg van. Maar als je echt een groot merk hebt, dan kan je ook veel meer mensen bereiken. Dus je hebt dan echt een platform om je, om je boodschap hmm. te brengen. Ik denk dat dat iets is waarvan ik echt denk van ja, dat zou ik echt graag willen. Wat is de rol van geld hierin? Hoe belangrijk vind je geld? Um... Nou, als ik kijk naar mezelf, hoe ik in de afgelopen vijf jaar mijn inkomen en straks ook gewoon dat ik echt financieel onafhankelijk aan het worden ben, is wel belangrijk. Um, maar het is niet, het is, ik leef niet voor um, zekerheid of zo. Dus ik hou juist ook wel, misschien is dat ook wel het ding, gewoon ik hou van die intensiteit er... van het leven. Ja, word je financieel onafhankelijk met deze deal? Uh, ja. Goed gedaan hoor. Ja. Hoe wow, oud ben je nu? 37. Heel. Ja. Begin, het, is aan het begin van je leven. Nou ja, ik heb het gevoel soms als je al die jonge meiden <laughs> ziet, dan denk ik, ah. nee, maar het is wel, ja, op mijn dertigste zat ik in de bijstand en nu uh, ja. Ja, heb ik toch, nou ik weet niet, ik, weet, ik kan niet zo goed rekenen, maar mijn inkomen echt, uh, nou wat zal het zijn voor tienvoudig? En als ik mijn bedrijf verkoop, ja dan, ja, ja ik weet niet in hoeveel in wat voor een kwadraat het dan gaat. Maar nee, maar dat is ja. helemaal goed. Hé, hey, luister ja. er Nog een paar dingen die ik met je wil behandelen. Ja. Laten we nou eens even kijken richting de afronding. Want ik vind ja. het een prachtig verhaal. Nou, het is superleuk wel. dat je hier bent. Um, laten we nou eens kijken naar wat je... aan. Want er zitten veel jonge kijkers ook mm -hmm. naar nou ZVD-TV te ja. kijken. En laten we nou eens even ter afronding even twee soort van uh, tips of zo, weet ik veel. Eén op het gebied van ondernemen. En ja. twee op het gebied van die... Eindelijk je grote boodschappen, yeah. je personal health en yeah. de balans. Als we nou eerst naar het ondernemerschap kijken. Wat zijn nou jouw belangrijke boodschappen? Noem maar één of twee, weet ik veel. Als het gaat om ondernemen, wat zijn jouw belangrijkste tips voor jonge gasten die zitten te kijken en die zeggen, oh dat, dat wil ik ook. Ik denk dat er eigenlijk maar één ding is en dat is je moet gewoon beginnen. Je moet echt scheid hebben en gewoon beginnen. En als ik vaak, ik praat heel veel met mensen en dat is altijd, ja, maar ik heb geen tijd in dit en dat. En ik denk dat je vooral moet afvragen van ja. Wat ben ik bereid om op te geven? Want dat is wel toen ik mijn business bouwde. Ja, ik werkte gewoon 36 uur in een salon. Ik ben alleenstaande moeder. Ja, ik woonde echt in een een of ander shabby huisje in Amsterdam. Ik zat iedere avond pakketjes te pakken, e-mails te beantwoorden. Ik heb echt zelf een website in elkaar gebouwd. Dus ik denk gewoon dat ja, everything starts with humble beginnings, weet yep. je wel? Dus het is gewoon, het is het proces waar je in zit. En je kan alleen maar beginnen door gewoon het te doen. Actie in het actie. Ja. Oké. Okay. En, uh, en het tweede onderwerp, als het gaat om ja, je persoonlijke wellbeing, zeg maar. Um, nou, ik denk dat... Eigenlijk het maakt niet uit waar je staat in het leven, maar dat gewoon personal development... En ik was genoodzaakt om het te doen, maar ik denk dat... Ja, de wereld is eigenlijk een, um, een reflectie van hoe, hoe jij je voelt. Dus ik denk het, het eerste wat je altijd moet doen is investeren in jezelf, in je mental health, maar ook gewoon je personal development, uh, je mindset, je patronen. Ik denk dat, dat als je gewoon echt, echt een goede, ja, echt je awareness ontwikkelt en investeert in je, in je persoonlijkheid, dan. Ja, jij bent degene die het succes maakt en niet iemand anders. Hoe vaak zeg je dat dan tegen jezelf? <laughs> nou, iedere dag nog ja. wel hoor. Ja, ja, tuurlijk. Ja, je moet al, iedere dag wel weer wat hobbeltjes uh, ja. over. Ja. Is het lastig om te leven met die... Ja, toch... Met de depressie, noem ik het maar even, heel kort de bocht. Want het, steekt die nog wel eens de kop op? Of? Ja, nou... Ja, tuurlijk. Het is iets wat altijd aanwezig is. Maar het is ook wel een soort van... Het klinkt misschien raar om te zeggen, maar ook een bron van inspiratie of zo. Het is echt in die in die darkness die ik soms voel, of die nachten dat ik niet kan slapen en dan dat ik helemaal zo uh, ja vanuit daar. Het is toch ja wat ik net zei. Ik denk een beetje de highs en de lows. Dat door die lows word ik toch ook wel weer gedreven om echt uh, te gaan werken. Mooi verhaal. Ja. Dankjewel, Manuek, dat jij mijn gast was. Nou ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. Heel graag. gedaan. Ja. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemers- en persoonlijk verhaal hier op CVD TV, zoals ik ze heel graag maak. En heb je geluisterd naar de podcast? Uh, ook dankjewel voor het luisteren. Wil je meer horen van dit soort verhalen? En je zit op YouTube. Hieronder kun je abonneren. En zit je te luisteren naar de podcast? Uh, abonneer je ook, zodat je helemaal niks meer mist. Dankjewel voor nu. Hoi.